Hoi, ik ben Anne Heinsbroek. Ik heb in 2006 samen met mijn zus de Voorleesexpress opgezet in Kanaleiland Utrecht. En het is heel bijzonder dat zoveel jaar later het project nog steeds heel actief is. En ontzettend leuk dat jij nu ook mee gaat doen met de Voorleesexpress. Ik wil je even meenemen in hoe wij begonnen zijn en waar we achter zijn gekomen in al die jaren, wat goed werkt in die gezinnen. En ik wil je vooral ook heel veel plezier wensen. Wij zijn eigenlijk begonnen omdat we gewoon nieuwsgierig waren naar gezinnen met een andere achtergrond die in Kanaleiland woonden. En wij kenden ze niet goed. En voorlezen was een leuke manier om in contact te komen. Tegelijkertijd merkten we dat het ook een hele goede manier was om kinderen met een taalachterstand te helpen. Want we zagen wel dat heel veel kinderen met Turkse, Marokkaanse achtergrond opgroeiden met een grote taalachterstand. Nou, door de jaren heen hebben we gezien hoeveel leesplezier het oplevert en hoe leuk het is om de Voorleesexpress in te zetten. En hoe leuk dat is om samen met boekjes bezig te zijn. Maar we hebben vooral ook gemerkt dat als je echt voor de lange termijn een effect wil hebben, dat het vooral ook gaat om iets samen met ouders en kinderen een manier vinden waarop taal en lezen een vaste plek in het gezin krijgt. En dat is best een uitdaging, hebben we ook gemerkt. Want voor heel veel gezinnen is het voorlezen gewoon een stap te ver. Of iedere dag dat samen doen. Ja, past dat wel in hoe zij gewend zijn om naar hun gezin te kijken en hun leven inrichten? Nou, dit is eigenlijk wat we van jou ook vragen. Om niet alleen lekker in die boeken te duiken, waar je waarschijnlijk hartstikke veel van houdt. Maar om ook samen met die ouders en die kinderen echt te gaan kijken, wat sluit aan bij hun? Welke talenten hebben die ouders? Welke mogelijkheden zijn er? Wat vinden kinderen leuk? En hoe kun je een manier vinden waarop taal, en het hoeft niet per se voorlezer te zijn, gewoon een vast plekje in dat gezin krijgt, waar ouders ook, nadat jij weer weg bent, zelf mee aan de slag kunnen. Nou, ik wens je gewoon heel veel succes daarmee en heel veel plezier.